Zo, Bart. Goedemiddag. Welkom in de skilift sessie nummer 2. Wederom een pilot. Wij gebruiken hier Scrum, Agile Scrum voluit. Wat betekent dat eigenlijk in de praktijk dan voor onze klanten? Nou, het is voor sommige van onze klanten ook echt wel even wennen. Omdat deze manier van samenwerken leidt er heel erg toe dat ook de klant heel erg betrokken is bij het team wat uiteindelijk het product ontwikkelt. Dus dat betekent dat we niet een groot functioneel ontwerp maken waar iedereen en zijn schoonmoeder een stempel op heeft gezet. En we dat dan 6 maanden later aan die klant gaan opleveren. Nee, de bedoeling is dat die klant ook iemand aanstelt die nauw bij ons betrokken is en met ons ontwikkelteam samenwerkt. Om samen de taken te omschrijven, het product goed door te testen en ook de eisen, de requirements van het eindproduct samen met ons bij te stellen. Om steeds maar te blijven voldoen aan de inzichten die op dat moment gelden. Dat samen, dat is wel een kernwoord, hè? Ja, dat samen is heel belangrijk, want wij we stellen ons echt als een partner op en niet als een leverancier die 6 maanden lang in een hok gaan zitten bouwen en daarna met een product op de proppen komen. Wat voor voordelen heeft het voor ons intern? Hoe heeft het invloed op hoe wij hier ons werk doen? Dat is een moeilijke vraag. Multiple choice van maken? Nee, we hoeven er geen multiple choice van te maken. Het geeft ons heel veel flexibiliteit in wat we doen. Dus op het moment ook dat een van onze mensen een goed idee heeft, en dat gebeurt best vaak, omdat je als je iets aan het ontwikkelen bent, dan kom je ook tot nieuwe inzichten. Die kun je dan voorstellen en in de volgende sprint meenemen. En dat is een hele prettige manier van werken. En dat leidt heel vaak tot succesvollere eindoplossingen voor onze klanten. Nou, dus we kunnen eigenlijk meer focus houden op het werk zelf, op de kwaliteit van het product. Exact. Ja. Ja. En als ik klanten spreek, dan merk ik toch wel vaak dat ze vooraf willen weten waar ze aan toe zijn. Dat klinkt als een heel flexibele werkwijze, maar hoe weet ik nou als klant van tevoren dat ik binnen budget ga krijgen wat ik voor ogen heb? Nou, wat wij met klanten afspreken is dat we een aantal sprints doen. En die sprints zijn echt afgebakende stukjes tijd en ook afgebakende stukjes budget. Waarbij we eigenlijk het beoogde eindproduct van de klant, wat hij vooraf in gedachten heeft, dat we dat opdelen in kleine taken. En een aantal van die taken in een sprint uitvoeren met een afgerond stukje product als eindresultaat. Je ziet bij eigenlijk al onze klanten dat die daar toch ook wel van overtuigd zijn dat dit wel de manier is om gewoon het meeste waarde voor je geïnvesteerde ontwikkeleuro's te kunnen krijgen. Mooi samengevat, Bart. Dankjewel. Ja. Zoals jullie allemaal gehoord hebben, kan Bart het allemaal heel goed vertellen. Mocht je nou nog een vraag hebben over de manier waarop we werken, of iets willen weten over Scrum en over webdevelopment en de dingen die we doen, vraag het Bart. Bart, bedankt. Graag gedaan.